Oh ja, een goblin army kwam eraan. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode 1.3. Ik ben weer Zelda Player 20 of Stevie in deze serie. Terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een heleboel gedaan. Hebben we Skybridge gemaakt, hebben we lol gehad, hebben we een Skybridge gemaakt, hebben we lol gehad en noem maar op. En in deze aflevering wou ik eigenlijk naar de dungeon toe gaan, maar helaas wordt er weer besloten tot er eerst een Moblin invasion moet doen. Ga weg met die map. Die map is veel te groot. Ik vind dat helemaal niet fijn, zo'n grote map. Dus ja, we hebben Eevee er natuurlijk bij. En Flareon niet meer, zeg. Flareon komt zelf eventjes er gezellig bij. Dankjewel. Zijn we ondertussen al? Jongens. Nou, we zitten nog niet in te... We hoeven nou niet te vissen, jongens. Zijn we er al? Ah, daar zijn ze al, hoor. Nou, we hebben dus op het moment een hele bee-outfit. Dus we kunnen lekker lol maken met de bees. En ja, ik heb hem de vorige keer een beetje er doorheen geskipt. Omdat het een beetje langdradig was. Maar ik vond dat ik een beetje te veel aan het skippen was de laatste tijd. Dus ik denk bij mijn eigen van, het is tijd dat we juist veel minder gaan skippen. En tot ik jullie wat meer bij alles bij betrek. En ik wil ook eigenlijk gelijk al een beetje zo kijken naar de wall of awesome comments. Weet je wat, we pakken wel heel even deze. Moblin invasion, dit is een bijeninvasie. En het grappige trouwens was ook, jullie hadden dus in de comments ook gevraagd of Jolteon in plaats van geel tot die goud, omdat dat meer geelkleurig was. Dus kijk daar ook gelijk heel eventjes aanpassen, maak je daar geen zorgen voor. En jullie wizarden loopgasten. Ik zeg serieus, wat zijn die loopgasten eigenlijk van plan? Die komen aanlopen en die zeggen van, hey, kom aanlopen. Ik bedoel serieus. Die doen niks. Even eentje dat ik even apart kan krijgen. Daar gaan we er even lol mee hebben. Oké, okay. Wij vliegen heel even weg. Zit er eentje apart. Oh nee, nee. Dat zijn pijlenboogdoetjes. Pijlenboogdoetjes, die zijn niet goed. Hier, deze gast, hier. Hoi, zie je mijn macho bezig. Dankjewel, Flareon. Dat zijn even die gasten die hier, die komen alleen maar aanlopen. Die doen niks. Die staan er van, hoi. Hoe gaat het ermee? Hop, ah, strap. Wow, dodging skills. Zeg ik wel dat ik dan keihard hard geraakt word door iets. Zo'n bijenleger is leuk. Ik denk dat we geen problemen gaan hebben daar met... SPOILERS! Alleen denk ik dat onze Ballerine een beetje aan de kleine kant is. Of dicht bij huis gebouwd gaat worden. Nou ja, we hebben hier de Wall of Commons. Dat begint hier al gelijk, denk ik. De Ballerine. Ik heb een leuk design voor een Ballerine. Want ik doe namelijk ook een soort van testrun. Ook op expert, ook nog eens in een keer. En dan ben ik nu op dit moment al in SPOILERS mode. En ja, op zich gaat die wereld ook heel erg leuk. En dat brengt mij dus weer leuke ideeën op voor de echte actuele YouTube-serie. En ja, ik wil jullie die wereld zeker ook wel even laten zien op het moment dat we dus zover ook in dit spel zijn. En het voordeel is, als we dus in spoilers-mode zitten, dan maakt het echt niet meer zoveel uit wat je dus allemaal daar gaat zien. Maar ja, het duurt nog wel heel even voordat we in spoilers-mode zitten. Aangezien dat we hebben nog een enorme lading voorbereidingen. En dit vertraagt de boel enorm. We zitten op 70%. Wil jij niet zomaar voor mij spawnen, jongetje? Ik ben een gouden Magikarp. Weet je wat er gebeurt als je die tegenkomt? Dan ben je wrecked. Al zijn Eevee sterker, want echt, Flareon die doet tenminste nog wat. Eevee ook, die doet advies geven. Met zijn denkballetjes. Voel ik me niet zo alleen. Ik vond het wel grappig hoe dat Mumee in de vorige aflevering trouwens was. Was echt hartstikke gezellig. Dus... Oké, het editen inderdaad, dat was wat moeilijker, maar... En ik weet, ik praat best wel vaak over het editen. De reden dat ik dat doe is om jullie toch een beetje een beeld te geven van... ja, hoe dat zo'n video tot stand komt. Want heel veel die denken dat ja, het eigenlijk een beetje alleen maar is van... Je zit voor een microfoon en je speelt een spelletje en je praat over het spelletje en that's it. Nee, dat is absoluut niet. Maar goed. Ondertussen, want ik zit alleen maar te rambelen en... Oh, we hebben de 50ste sorcerer nou ook al verslagen. En even kijken, dit was de sorcerer toch? Ja, nu moeten we even gelijk even ophangen. Die andere die mag verkocht worden, die boeit niet. Hoi. Ja, ik wil heel even de neus ophangen. Dank je. Nou krijg ik bijen in je gezicht. Hier, jullie zijn al defeated. Dus niemand meer spannen. Niemand. Sst. Niks meer. Mooi. Dus, goed.
Nee, dat hebben we al gehad, dat riddeltje. In ieder geval, wat ik dus wou vertellen is... Ja, 4000 subs. Ik heb al een dankjewel video gegaan. Maar ik ga het toch even in deze video ook nog heel eventjes vernoemen. Want, ja, dankzij de... Nee, ik wil geen gel. Dankzij die 4000 subs die we dus gaan krijgen... ben ik er... Of ja, die we gaan krijgen, die we al hebben zelfs. Ben ik dus van plan om te zeggen van... jongens, er gaat weer een klein bedankje van mij uit... naar de kijkers komen door een giveaway te doen. En dus ja, ik vind het weer eigenlijk een beetje tijd voor een giveaway. Ik bedoel, ja, 4000 subs, dat is wel iets leuks om te vieren. Dus vandaar dat ik heb besloten tot de Clothier is arrived. Hallo Clothier. Maar nee, daarom dacht ik dat het weer leuk zou zijn om dus een tijd... tot ik weer een giveaway zou doen. En dat doe ik dus weer via, net zoals de vorige keer... The Wall of Awesome Comments. Of ja, het huisje van de Awesome Comments, zoals dat we dat hier noemen. Dit is heel erg simpel. Hoe gaat het in zijn werk? Sta jij op een van de reacties van The Wall of Awesome Comments... dan heb je al kans... op de giveaway. Wat is de giveaway? Een gratis kopie van Terraria op de PC-versie. Dus zorg wel voor dat je een Steam-account natuurlijk hebt. Het is ook de bedoeling dat je het spel nog niet hebt... We willen natuurlijk wel iemand Terraria geven die het spel nog niet heeft. En dus de ervaring gaat krijgen van Terraria. Ondanks dat hij het spel nog niet heeft, dat hij het dan daarna kan gaan spelen. Hartstikke leuk. Dus dat is eigenlijk alles. Nou, ik heb al heel veel reacties binnengekregen van... Oh, mag ik ook op de Wall of Awesome Comments? Of ik wil ook in dat huisje. Of mag ik een comment? Of first, dat soort comments worden niet gekozen. Dus first, zelfpromotie... comments met vragen van of ze op de wall mogen komen. Sorry jongens, die komen niet op de House of Awesome comments. Dus dan zijn jullie daar vanaf als op de hoogte. Nou, ik ga alvast eventjes een nummertje achterbij pakken en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou de comment is erbij gepakt, dus ik zal hem er heel eventjes bij pakken. Trommel! Sir Silence, die had geschreven in comment nummer 9. Ik hou van die 1 seconde. Oh, dat grapje van die 1 seconde dat ik had gedaan. Nou, weet je wat? We doen hem er nog één keer voor de grap bij. Dus geef me een seconde. Nou, alsjeblieft. Daar heb je hem nog een keer, Sir Silence. Nou, gefeliciteerd. Je staat dus op het huisje van de Awesome Comments. En daarmee maak ik deze kans op de giveaway, blablabla. Ik ga niet heel vaak de giveaway even mentionen. Want ik wil gewoon tot de Wall of Comments gewoon echt voor de lol blijft. En ja, tot er nou een giveaway bij is gekomen... Dat is totaal voor de fun, dus dan zijn jullie daar natuurlijk van op de hoogte. Goed, ik wil even mijn inventory kleren en dan gaan wij richting de dungeon. En nou zit ik dus te twijfelen, waar zat de dungeon? De dungeon, je weet wel, een dungeon. Dan zit ik te twijfelen, waar zat de dungeon ook alweer? Want bij mijn ene zit hij aan de ene kant en bij de andere zit hij aan de andere kant. Volgens mij zit de dungeon daar. Nee? Is dit de jungle? Oh, dan zit de dungeon dus hier. Oh ja, klopt ja. Want inderdaad, we hebben Skeleton overslagen. En waar is Steve? Steve? Steve is er gebeurd. Waar is Steve heen? Steve, wat doe jij helemaal daar, joh? Oké. Jongens, ik ga heel even mijn inventory kleren. Ik ben zo terug. Goed, nou, de inventory is heel mooi gekleerd op het moment. En dan is er één ding wat ik jullie dus ook nog heel even mee wou geven. Wat ook heel handig is om te maken in expert mode. Ik heb het al in een test gedaan. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Maar wat heel erg leuk is om te maken, dat zijn mijn tracks. Ze zijn heel goedkoop om te maken. Want voor elke iron bar of load en één hout krijg je gewoon 50 van die dingen. Dus ze zijn heel makkelijk te maken. Dus ik denk dat ik heel eventjes 3 stacks maak. En ja, die ga ik gelijk plaatsen. Sorry daarvoor. Dus 3 stacks is meer dan genoeg. En het leukste is, dan ga ik jullie ook een experimentje laten zien met de minecart. Dus die wil ik ook alvast eentje neerzetten. Nou, de reden waarom dat ik dus de minetracks wil maken, dat is voornamelijk om dus zo snel mogelijk van A naar B te kunnen komen. En zodat we dus zo min mogelijk over te lopen. En is trouwens wel zo, omdat dus het gouden overgaat naar onze... Even kijken hoor, waar staat hij? Die staat onder hier. En dan hebben we hier gele die. En dan moet dan daarop. Want dan krijgen we een gouden Jolteon, zoals ik al beloofd had. Dan krijgen we een beetje een gele hoofdje. En dan denk ik bij mijn eigen van... Ja, ik ben bang dus tot de Magikarp hype voor... Really? Goed zo. Nou, als die ook alweer wakker is...
Ik probeer iets voor elkaar te krijgen, maar het spel laat het me niet toe. Nou, ondertussen King Slime, het is een lachertje. En ik vond het wel grappig hoe dat sommigen echt een hele rits ervan maakten van... ja, misschien is het dan handig om ervoor te zorgen dat je in een kleiner huis gaat wonen. Of in een, dat je dan in een klein iets kent. Het probleem is, King Slime die spant er toch wel in. Ik bedoel, hier zou die technisch door gezien nog niet eens in passen. En dan toch past hij erin. En hierdoor zit gewoon mijn inventory vol. Nou, in ieder geval, ja... Ik denk dat we weer de slime mode van hem zouden krijgen. Maar... Ja. Even kijken. We gaan heel eventjes naar Dice. Dan kan ik heel eventjes de golden erin stoppen. Waar is die andere gele eigenlijk naartoe gegaan? Nou ja, ik wil nog wel een golden grappling hook hebben. Hartstikke leuk. En laten we een gouden ball of light hebben. In verband met shiny! Dat is leuk, denk ik. Goed, ik heb nogmaals mijn inventory clear, hè. En ondertussen is meubels meer in een pakje waar ik al mijn kleding in heb gegooid. Maar ik ga nogmaals mijn inventory clear en ik zie jullie in een seconde. Nou, eindelijk na dat weer gedaan te hebben. Wat heel erg handig is om te doen. Tussen hebben we helemaal niet nodig. Wat heel erg handig is om te doen is... zoals je kunt zien, we hebben een platinum coin. Dus we hebben geld genoeg. Maar we gaan dadelijk naar een plek waar dat we dus echt dolgraag onze piggybank willen kopen. Koop een safe. Een safe zorgt ervoor dat jouw geld altijd safe blijft. Dit is, want er is geen portable safe namelijk aanwezig. En ik vind het wel mooi om die hier ook echt in dit hoekje zo hier neer te zetten. Een safe die heeft geen portable locatie of iets zoals een piggy bank. Dus op het moment dat jij een safe zou hebben... quickstack. Nee, ik wou... Doe het al, dank je. Op het moment dat jij dus geld in een safe stopt, dan is er nog een extra inventory die persoonsgebonden is. Dus op het moment dat ik dus geld hierin zou stoppen en verder helemaal niks. In de piggybank zit het niet. Het geld blijft in je safe zitten en je kunt er nog steeds makkelijk zo gewoon bij om dingen te kopen. Want het staat hier gewoon beschreven. Dus ja, een safe zorgt ervoor dat jouw money ook echt safe is. Dus nou kunnen we gewoon een tweede inventory gebruiken wanneer en waar we willen. Zonder dat we bang hoeven te zijn tot we doodgaan en heel veel geld kwijtraken. En ik weet het jongens, het is donker, maar het is nacht. Wat verwachten we ervan? Tot het nacht is. Oh. Nou hoopte ik eigenlijk... wacht eventjes, voordat ik even weg ga. Nou hoopte ik namelijk dat de Traveling Merchant zou komen. En is het een nieuwe maan of zo? Ik heb nog niet de maanstand. Maakt niet uit. Potions. Heb ik nog builder potions? Dat zou heel fijn zijn. Ja, die heb ik nog. Oké, die duren 15 minuten. Dat is heel erg fijn. Want er is namelijk ook een item die jou de effect geeft van de builder potion. En die geeft hem non-stop. En die wou ik eigenlijk dolgraag kopen. Maar helaas hebben we niet dat geluk dat we die dus bij ons hebben. Weet je wat? Ik gebruik wel heel eventjes een shine potion. Dat is iets let's play vriendelijker. Dus Dus. Even omhoog. Nou, en het grappige is, die kant, daar ga ik later nog wel een keertje op bouwen. Maar het is dus nu. Het is dus nu. Heel erg belangrijk. Tot wij een spoortje gaan maken. Dit spoortje. Gaat heel leuk worden en heel handig worden om te gebruiken. Nou, het makkelijkste wat je kan doen is gewoon even een slot open te gooien. Daar het spoor op te gooien. Build potion even activeren. Hoppakee. Control aan. Goed richten. En hou maar ingedrukt. Oh. Nou ja, maar even een hobbeltje. Ik vind het best. Oh boy. Dit gaat niet goed komen. Dit gaat niet goed komen. Harpies. Ze zijn irritant bij het bouwen van een skybridge, maar ze zijn nog irritanter als jij gewoon hier rustig... Ga nou eens allemaal aan de kant, ga nou eens allemaal fietsen. Ik heb tijd voor jullie. Maar ja, dit is een heel interessant geluid trouwens. Maar dit zorgt ervoor dat je nog sneller dus van A naar B kan gaan. En ja, het is... Aan de handige kant. Jongens, echt serieus. Ik ben hier aan het bouwen. Ik mind my own business. Willen jullie dan ook alsjeblieft jullie eigen businessen? Dat maakt mij een stuk vrolijker. En dan heb ik af en toe een hobbeltje in de weg. Dan word ik niet vrolijk. Oh, omdat daar toevallig ook een hobbel zat. Whoop. Nou ja, laten we maar gewoon doorbouwen. Maar goed, ja, dit is trouwens een heel irritant geluid. Dus ik zal dit wel even... Laat me die snoep.
Ik weet ook niet wat voor taal dat was, maar ik zei het. Ik knip heel even vooruit. Nou, ik ben weer heel eventjes terug naar huis toe gelopen. Dus het was eigenlijk best wel even nodig. Ik heb de rails ondertussen helemaal gebouwd. En ik ben nu op zo'n punt gekomen dat ik nog steeds een beeldenpotion bij me heb. En ben nu op het punt gekomen dat ik jullie dus eindelijk kan laten zien hoe alles gaat werken. En hoe, waarom dat dit zo handig is om te maken en zo. Grootste reden is... Hoe ga ik dit makkelijks uitleggen? Wij hebben hier een snelheidsmeter. Die laat zien hoe snel dat wij lopen. Als wij gewoon lopen met rensnelheid, lopen wij 34 miles per hour. Hartstikke leuk. Met... Ik summon mijn mount. Ja, niet een kistje. Nou, als ik dus gewoon op Jolteon rijd, dan halen wij 38 miles per hour. Geven wij Jolteon eventjes onze add-on. Duurt heel eventjes. Dan halen wij een snelheid van 51 miles per hour. Dan denk je bij je eigen van, ja, maar dat is toch niet interessant? Nee, je kunt namelijk ook een minecart equippen. En ik vind het leukste als... Even kijken... Ja, Cloud in een bottle ziet er wel zo erg leuk uit. Schoentjes die wil ik wel zo houden. Die scarf die is wel leuk in die kleur. Ja, dit mag wel geel zijn. Dit is wel leuk. Dan gaan we hier terug naartoe. Laten we even een mooi duistere minecart maken. Als je dus een minecart van gewoon staal maakt... Heel veel maken die dingen niet. Logisch, want waarom zou je er eentje maken als je er al eentje bij default hebt? Maar als je die dus eentje maakt... Kun je hem sowieso aanpassen in je eigen favoriete kleur. En... In plaats van 51 miles per hour, hou je 66 miles per hour. Zelfs die heuveltjes, dat zijn echt die dingen, die momenten dat ik echt geraakt ben door zo'n stomme stinkharpy. Ja, dan die merk je nog niet eens dat je daar eigenlijk op zit. Dus, dit is heel erg leuk. Oké, ik kan niet, ik ga veel te snel om dingen op te pakken. Maar, dit brengt ons heel erg snel naar de dungeon en is zeker een aanrader om te maken. Zeker handig ook in dadelijk de spoilers modus. Nou, dan ben ik hier dus heel erg extreem al verder mee gegaan. We gaan dadelijk, komen dus bij ons dungeon uit. En daar wil ik hem dan ook verder laten lopen richting richting de oceaan. Maar voornamelijk wou ik er dus ook eentje hebben die dus richting de dungeon ging. En deze die gaat dus toevallig richting de dungeon. Dat is trouwens ons viseiland. En hier gaan we... Wee! Het is een achtbaan! Waar is Eevee eigenlijk? Ik zie de hele tijd Flamion wat teleporteren, maar... oh, daar is hij al. Maar daar is hij dus. Hartstikke leuk. Nou, we zijn dus eindelijk bij de dungeon aangekomen. Dat wil ik dus bewaren voor de volgende aflevering. Dus heb je nou een leukste momentje voor deze aflevering? Ook al hebben we alleen een Minecraft gehad en twee events gehad die we ondertussen al gedaan hadden. Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En misschien wordt jouw reactie wel gekozen om te komen op het huisje van de Awesome Commons. En laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Daarmee support je de video heel erg veel. Ik dank jullie voor het kijken. Wens jullie nog een hele fijne dag. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij een volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!